Film is betovering. Film is magie. Film kan je als geen andere kunst raken. En geen menselijke emotie is de bioscoop vreemd. Film brengt lang vervlogen tijden tot leven. Film laat je erbij zijn. Zorg dat je voor even al je problemen vergeet. Film laat je huilen of lachen. Film geeft je het gevoel dat je mee wilt zingen of dansen. Nou ja, als je tenminste kan dansen. Maar al kan je niet dansen. Film geeft je het gevoel dat je kan dansen. Dat is de betovering van film. Ik werd betoverd door film toen ik een kind was en hier in het Tuschinski Theater zat in Amsterdam en keek naar dat doek. En ik dacht, daar wil ik bij horen. Ik wil acteur worden of regisseur, het kon me niet schelen. Maar ik moest en zou bij de film. En mijn grote kans kwam toen ik 15 jaar oud was en een rol kreeg aangeboden. Nou ja, een rol. Rolletje. Nou ja, één zin kreeg aangeboden in de film Fietsen naar de Maan. Ik moest iets zeggen van het oog een beetje meer naar links aanzetten, zoiets. Ja, inderdaad, het oog een beetje meer naar links aanzetten. En nu na al die jaren in film gewerkt te hebben, blijf ik me er toch over verbazen hoe film je steeds weer kan emotioneren. Je kan beetpakken, je kan overweldigen. Maar hoe komt dat toch? Wat is toch die magie van film? In een bioscoop zitten in donker en dan die beelden zo groot op je. En dan gaat het licht dus uit. Ja, en dan komt er op dat doek een film waarvan van meet af aan gestreefd is om daar een totale beleving van te maken. Dus dat was op een schermverhouding aanvankelijk. En die werd uitgebreid. En die werd groter en het werd cinemascoop. En er werd surround geluid gemaakt. En er werd zelfs in een bioscoop kruiddamp gespoten bij een veldslag van Napoleon. En zo wou je proberen ze die distributeur compleet in het gebeuren te krijgen. Ja, we hadden geen van alle de baarmoeder uitgewild. Op een of andere manier is de indruk die een film maakt kan zo overweldigend zijn dat je er niet aan ontkomt en dat het bijna je eigen werkelijkheid opzij zet. En dat is natuurlijk een enorme aanslag op alles wat je in je draagt. Je wordt er ingezogen, je wordt vastgelegd. Zelfs televisie heeft die macht niet. Waar ik vandaan kom met Lemmer, daar had je het Nutsgebouw. Dat was echt een gebouw van de vereniging tot nut van het algemeen. Om het volk te verheffen, ja. Zou ik maar zeggen. Dus er werden ook de films gedraaid, die ik dan voor het eerst van mijn leven zag. Well, well, look who's there. Het was toch ook een geheimzinnige wereld van avontuur en van... Well,
ja, van erotiek natuurlijk ook. De reizende begeerde vrouw, herinner ik me nog. Nou, de titel zegt de Franse film. Fel realistische film. Stond er dan op de affiches. Een fel realistische film, een Franse film. En ja, daar was een rondborstige actrice en die boog zich voorover. Nou, je kon er zo in die titel kijken. Dat was van een jongetje uit de jaren 50, was dat even wat. En later ging ze met een man tussen het gras. En dan zag je dus dat ze wat losknoopte. Nou ja, ik bedoel... Well... Ja, dan breng je zaterdag in. En hou op, Dan donder ik hem er al in. Harm Soeten, die kwam. Hou hem godverdomme de weg tegen, of skop je hem eruit. Wat woest. En dan meteen gooien en zo. En dan pakte hij wel eens eentje. En dan, maar dan was het 5 minuten of 10 minuten aan de gang. En dan werd het stil. Licht uit! God, ik helemaal kan het niet zien. Nee, is dat heel goed. Toen ik in Muiden boven de Schouwburg woonde, wat in het weekend een bioscoop was. En dat draaide dus op vrijdag, zaterdag en zondag films. En dan klommen we na het eten even door, kon je op de A-recht zo het keukenraam door. En dan kwam je in bij de projectie. En dat was een luik. Dan keek je even of het wat was. En als het dan wat was, dan gingen we naar beneden. Dus ik heb daar duizenden films gezien. Daar was in Muiden ook, hè. Dus dat was wel zo, als er een vrouw in beeld verscheen. En er zaten dus zeg maar 8 proleten in de zaal. Meestal meer waren het er niet. Op zondagmiddag of 12. Hing een beetje van de film af. Met zo'n biertje. En als er een vrouw in beeld verscheen. Uit die broek! Dat werd een vaste prik. Tint er niet toe wat voor film het was, weet je. Ik was als jongetje verliefd op een dochtertje van een filmexploitant in Roosendaal. Dus ging even in de bioscoop. En wat er op dat doek gebeurde. Dat was het grote leven. Dat zou ik later willen meemaken. Dat zou ik willen maken. En later dacht ik, ja, maar vanuit de niks kun je dat. Dan moet je toch weten hoe een acteur functioneert. Dus een film is toch acteurs die voor een camera een dramatisch verhaal vertellen. Dan moet je toch weten hoe dat functioneert. Dus ik kan beter naar een toneelschool gaan en leren acteren. Ik zal het u vertellen, moeder. Weet u waar het vandaan komt? Amerika. Helemaal over de oceaan. En weet u hoe het eruit zal zien als het ontdooid is? Even vers alsof het hier geslacht is. Zo is mijn carrière begonnen eigenlijk. Ik woon in Hilvarenbeek, een heel klein dorpje onder Tilburg. En ging voor het eerst naar de bioscoop toen ik 6 of 7 was met mijn vader. En het was een soort patronaatgebouwtje achter een café. Dat was helemaal geen... En daar speelde een Duitse circusfilm, Oh Mijn Papa... Een afgrijzelijke film natuurlijk. Maar op een gegeven moment staat hij en zij bij elkaar. En klinkt er muziek. En ik kijk naar het beeld. En ik vraag aan mijn vader waar die muziek vandaan kwam. Want ik zag de makers niet. Doch ich schaffe und spare. Und bau für uns ein kleines Haus. Ein paar Blumen, ein Baum. Für ein liebendes Paar. Dus vanaf echt de eerste seconde dat ik muziek bij een film hoorde, voelde ik dat er iets niet klopte. En dat het heel erg klopte. De levensstroom van Richard Tauber. Een Duitse film, zwart-wit. Een hele romantische film, een beetje La Traviata-achtig. Met tuberculose. En het was huilen. Mijn meisje, mijn meisje. Nou. Die film heb ik 9 keer gezien. Maar wat is nou het probleem? Het probleem is dat ik 14 was. En er is een theorie dat je de beste film ziet als je 14 bent. En dan moet je dus geluk hebben. Want er zijn mensen die dan een afgrijzelijke, matige, bovendien Duitse film zien. Die dan zijn favoriete film wordt. En dat heb ik dus nou toevallig. Wij minnen de zee, maar wij zijn een kuisvolk. Ik was geboren en opgegroeid in Afrika. Toen ik 8 was, ben ik teruggekomen. En toen heb ik Alleman gezien. Dus ik zag natuurlijk al die rare witte mensen.
Die allemaal toch wel heel ingewikkeld deden over een badje. En, terwijl ze in Afrika gewoon in de kerk hun borsten eruit halen, het kind op de rug en de borst gaven. Dus voor mij, ik dacht, wat doen die mensen allemaal raar in Nederland met die handdoekjes? Een zeer kuis volk. Dit is Cinecittà. Maar dit is dus het heilige der heiligen. Althans, voor mij was dat het. En ik zal nooit vergeten dat de eerste keer dat Orson Welles op school kwam. En wij hadden allemaal het idee van misschien, nou ja, 5 jaar, 10 jaar als we er wat langer over doen. Maar op een dag zijn wij allemaal beter dan. De magie van film voor mij is dat het ongeveer het enige medium is wat je letterlijk kan confronteren met het verglijden van de tijd. Dat is bijvoorbeeld voor mij echt een van de dingen waar alleen film het kan. Mijzelf langs Café Reinders laten lopen, naar binnen zien kijken, daar een jongetje met heel veel haar en grote mond zien vertellen hoe die dacht dat hij dadelijk de beroemdste acteur aller tijden zou gaan worden. En die beroemdste acteur aller tijden, maar nog niet. Kijk naar buiten, ziet daar een klein kaal mannetje hem even aankijken. Steeds over jezelf. En dat kan film. En dat is dus echt een. Het is nog steeds iets wat ik denk, dat kan alleen in film, kan dat zijn emoties creëren. Ik zoek geen dame, afwek een moes. Ik zoek een dame, ik wil hier, met wie ik dansen kan. Maar de grote regisseurs, Godard bijvoorbeeld, die heeft gezegd, film is de dood aan het werk, 24 keer per seconde. Dus elk beeldje, een seconde is natuurlijk, dat is 24 beeldjes. Het zijn losse beeldjes, maar bij ons, wij denken dat het beweegt. Zo werkt film. Maar het is de dood aan het werk. Want je ziet alles eigenlijk, als je erover nadenkt, voor het laatst. Film is in wezen melancholiek. In wezen. Wat je ook vertelt, speelt er altijd zoiets mee dat je iets voor het laatst ziet. Muziek is natuurlijk de hoogste kunstvorm, maar dan komt toch wel de film. Want de film is, kijk, het principe van film is eigenlijk dat je een bewegend plaatje plakt tegen een ander bewegend plaatje. En die hebben niks met elkaar te maken. Maar dat er iemand naar kijkt, komt er een verband tussen die plaatjes. En dat verband, het is de kijker. Dat is een hele mooie anekdote over een filmmaker die in het begin van de vorige eeuw een filmpje maakte over een kind en een poes. Die zaten te spelen. En de regisseur dacht, weet je wat, ik maak een close-up van die poes. Die plakt dat erachteraan. Publiek schrikt, want wat zien ze? Opeens een hele grote kat en het kind is verdwenen. Conclusie. Kat had kind opgegeten. En dan kan je als regisseur wel zeggen, nou, dat slaat nergens op. Het publiek wist het zeker. Dus die drang van het publiek om dat te willen, daar is film op gebaseerd. De hele film is gestoryboard. En ze hebben gewoon helemaal gedraaid van, oké, we hebben nu nodig een stukje dat deze kat van hier naar daar rent. En dan stond er hier, liet iemand hem los. En dan stond er daar iemand met een piepertje en met eten en met een kooitje. En dan rende die kat. En zoals we het hebben gemonteerd, nou, dat is dus ook montage meteen, voelt het als één doorlopende actie en voelt het alsof de een achter de ander aanrent. Je ziet dus, nou, die kat, zij kijken op. Hier zit geen kat bij. Hier is ook nooit een kat bij geweest. Nee. Dan krijg je dit. Dit is het enige shot waarin er echt een kat op haar schoot springt. Carice is namelijk ook nog allergisch voor kat. Springt op haar schoot. Maar vervolgens... Waar? Hun benen, hun gezicht, de kat
één shot van de kat. En je ziet ze ook telkens precies langs dezelfde locaties komen, waardoor je het gevoel hebt van dat ze echt precies achter elkaar zitten. Dat hoekje, het hekje waar ze onderdoor gaan. In dit shot rent hij gewoon de hoek om. Alleen daar hebben we ingesneden op een ander shot dat hij stopt en omkijkt. Hups. En een mondje erin gezet en zegt: oh! Ben zo terug, blijf zitten waar je zit. Stil, stil. Nee, stop. En poes, poes. Nee, jongens, stop maar. Dit is helemaal niks. Dat gaat hem niet goed. Hij komt te veel naar rechts en moet naar die links gekomen. Hij loopt gewoon weg. Hoi. Poes. Hoi. Kijk. Maar uiteindelijk zoek ik gewoon in het materiaal naar de magie van hoe dingen gecombineerd een waanzinnig mooie scène of een waanzinnig mooie sequentie opleveren. Is montage magie? Ja. Montage is de magie van film. Daar gebeurt het. Ja. Er is ook geen enkele andere kunstvorm die iets van montage zeg maar zo letterlijk gebruikt als film. Want montage is het in de greep houden van je publiek met welke beelden je op welk moment, eigenlijk welke emotie je op welk moment wilt overbrengen. Je manipuleert de emoties dus. Absoluut. De grote Mau Mau song. Ooit van gehoord? Ja, natuurlijk. Doe dan. Ik behandel het net alsof het gewone acteurs zijn. Maar door de interactie, door mensen die opkijken, mensen die net wegkijken, de timing, daardoor gaat het enorm leven. Je moet echt een gêne-drempel over, tenminste ik wel. Omdat ik daar boven op het dak zat, in mijn poezenpakje. En dat ik dacht van, wat doe ik hier? Ik dacht dat mensen moeten. Ik doe alsof ik een poes ben geweest. En je moet echt een soort schaamteloosheid hebben en een totaal in die fantasie duiken. En actie. Ik dacht, oh, wat leuk, daar staat een kamer. Oh, dat is een oog, dat is een hengel. En oh, wat zal die man nu denken met die hengel? En weet je wel, dat ik dacht, rustig. Op één ding richten en dan zo'n hele lange boog trekken en vaak niet door kunnen spelen. Dus dat vond ik wel moeilijk. Wat bedoel je met een lange boog trekken? Nou, als je op het toneel staat, dan heb je tijd om erin te groeien, in erin te komen. Maar bij film, dat zijn korte stukjes. En net als je denkt van, ik sta fijn te spelen, dan is het afgelopen. Dus je moet zorgen dat je daar natuurlijk op dat punt meteen begint. Dus dat bedoel ik met die concentratie die anders ligt. Mooi. Terwijl ik vind het bij film het eindresultaat dan wel weer heel leuk. En het is zo dubbel, want bij film denk ik, oh wat leuk, die jongens die daar nepregen staan te maken. Wat is het toch allemaal leuk dat je dat allemaal mag verzinnen. En een boterham die beschimmeld is, dat doe je gewoon met schuurpapier. En dan maak je, het is allemaal zo lekker creatief. En tegelijkertijd denk ik, ik wil dat helemaal niet zien, dat nep is, die regen. Ik wil dat gewoon echt beleven. Dat beleef je pas echt als je in die film zit en denkt dat het echt is. Goedenavond. Bent u me niet kwalijk dat ik u stoor? Mijn naam is Erik Allenbos. Ik heb hier vroeger als kind gewoond in hetzelfde huis. Op een gegeven moment dan ben je moe van het draaien. En dan waren er was ontzettend veel gekloot met regenmachines. Er stonden allemaal liepen allemaal mensen in regenpakken met hoeden. En overal van die installaties. En dan ook nog mensen met kleine installatietjes. Het was echt één grote regen-Efteling. We zijn plotseling verhuisd. Maar het zou erg fijn zijn. Ik zou het prettiger gevonden hebben als u overdag was langsgekomen. Ja. En de scène was alleen dat hij dan aanklopt en dat ik dan de deur open doe. Maar er stond echt het hele Urken mannenkoor in regenkleding. Alleen maar met van die gestreste pomphoofden of die regen wel goed zou komen. En dan moet ik zo hard om lachen. Dat vind ik echt Monty Python, denk ik, of Woody Allen. Dat zie ik dan meteen iets heel anders voor me. En dan sta je dan zo heel serieus alleen tegen hem zo te spelen. Terwijl je al die mensen eromheen ziet, dat vind ik dan zo ontzettend geestig. Je schrijft in je script, het begint daar te regenen, zo geschreven. Maar er komt dan
8, 9 van die regentorens worden dan gehuurd. Filmacteren een techniek? Is het een technisch iets? Ja, ook. Maar ik denk dat het absoluut ook een kwestie is van over durven geven. Dus aan, hier, aan de camera? Aan de camera. Ik heb het altijd. Ik vind de camera een van de heerlijkste dingen die er zijn. Als de camera snort, dan ben ik helemaal. Als je een scène met mij zou moeten spelen en ik moet achter de camera gaan zitten, zodat ik onzichtbaar ben. Je hoort alleen mijn stem, hè? En je hebt hier een wit puntje. Ja. Nou, vind ik heerlijk. Ga ik gewoon zo spelen en dan hou ik ontzettend veel van je. Oh, daar ga ik het doen. Nou, doe ik het daar. Hai, dat is een gantje van me. Het heeft geen, het is geen probleem. Nee. 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 Totaal. Kun je dat leren of heb je dat? Dat heb ik. Ik plaats om jou heen en ook om dat plakkertje. Iemand waar ik, die ik wil zien en waar ik van hou en waar ik een prachtige liefdescène mee kan spelen. Zo gaat dat. En dat het lukt. Het is een soort tweede natuur inbouwen van gevoel hebben van waar de camera staat, waar je moet staan, het licht, het concentratie. Dit zijn bepaalde technische dingen die je incorporeert en die een tweede natuur worden als je het vaker gedaan hebt. Maar die je zeker niet moeten afleiden op het moment zelf. Ja, het is ook wel een beetje technisch natuurlijk, maar op een gegeven moment komt het toch van binnenuit. Dus die techniek moet je gewoon negeren. Is vanzelfsprekend dan? Ja. En dan kun je weer vanuit je intuïtie. Maar je weet, vanuit, dat zie ik nu ook aan, je weet dat je het licht pakt met je ogen. Ja, dat je precies, zo. Nou, ja. Dat zag ik aan je. Maar dat is een vanzelfsprekendheid, ja. Dat je dat voelt. Ja. Er zit een scène in die film waarbij er een hand in beeld komt zo. Ik ga zo met een hand over mijn gezicht. Maar hij zei, je moet helemaal buiten het kader. Moet je met je eigen hand zo'n hele grote zwaai maken. Dus ik maak een belachelijke. Dus ik stond iets belachelijks te doen van mijn gevoel. En ik ga zo en ik doe alsof iemand anders mij opeens achteruit zou gaan trekken. En ik deed dat. En ik deed dat 5 keer, geloof ik, op verschillende manieren. En ik dacht, jezus, wat een flauwe kulze. En toen zag ik het terug in de bioscoop. Met mensen erbij. Nou, die vlogen werkelijk een meter uit de stoel. En toen dacht ik, jezus, wat goed. Goedemorgen, ben ik haaienvanger. Maar het zit hem in wat er uiteindelijk van het doek af naar de zaal komt. En de eerste week zijn we de zaal ingegaan om te kijken hoe mensen reageerden. Alleen al op een effect dat een lichaam in een lift naar beneden valt. Dat ineens blijft hangen, dat is een waanzinnig schrikmoment. Je zag echt mensen een halve meter uit de stoel de lucht in springen. Ja, dat zijn de momenten waarop je denkt van ja, hoe het tot stand gekomen is. Maar we hebben iets gemaakt wat echt waanzinnig werkt.
heel zacht. Ik weet wat Alex mij... Hij zei iets van, kijk, dat licht wat onder bruggen valt... als de zon een bepaalde hoek is, die twinkeling. Nou, in feite is dat genoeg. Als je weet dat iemand zoiets... Als we dan weet je gelijk, oh, dat is die techniek. Dat kun je handhaven hier, of dat kun je toepassen. En daarbij werkt het hier zo goed, omdat je op de achtergrond het ontzettend ziet plensen. En dat geeft waarschijnlijk ook in het geluid een goed regeneffect. Je kan het bijna een filmtaal noemen. Dat het gevoel geeft van, ik ben in een stad, niet in een studio. Het is uitzicht, maar is het nou echt of is dat gemaakt, weet je wel? Dit is allemaal studio, dus je moet altijd iets toevoegen om het daaruit te halen. En dat kan met licht dus echt heel goed. Heel zacht. Ik kan me voorstellen dat het voor jou de ideaalste manier van werken is. Nou, dat is, ik denk voor iedere cameraman is dat een hele leuke opdracht, ja. En ergens in de film komt er zo'n vliegtuigje over die landbouwgif spuit. Ja, ja. En waar de Ariane heel blij met de baby op de arm. Die kwam heel laag zo over de... Dus zeg maar... tussen die boerderij en de schuur aanvliegen. Heel laag over de grond. En trok was op plaats van mensen op. En toen kreeg ik een brok in mijn keel. Daar kreeg ik nou een brok in mijn keel van. Van zo'n vliegtuig. Dat heeft iets... Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Andere mensen denken misschien aan bommen. Maar ik denk aan de bevrijding. Maar de bevrijding van wat dan ook. Zo'n vliegtuigje dat... Vooral op een zomerse dag. Als dan zo'n vliegtuigje overkomt. Dan krijg ik altijd een... Een brok in elkaar. En bij de jurk, toen heb ik gezegd, ik wil graag een vliegtuigje met daarachter zo'n lap met erop de jurk. Binnenkort in de bioscoop of zoiets. Het bleek niet eens zo duur te zijn. En toen stond ik in mijn eigen tuintje een beetje te pielen, gewoon in de Eerste Helmenstraat. En toen kwam ineens dat vliegtuigje over met de jurk. En toen liepen de tranen over mijn wangen. Ik weet niet waarom. Niet zozeer door de jurk, maar dat geluid van zo'n motortje, van zo'n vliegtuigmotortje, dat heeft zoiets... gelukzaligs, daar word ik echt gelukkig van, snap je? Daarom zat dat vliegtuigje er ook in, alleen maar om het geluk te verbeelden. En ik geloof dat Peter van Buren nog schreef van... ja, als Hitchcock een vliegtuig laat zien, dat betekent het tenminste iets. Maar bij Van Warmen dan betekent het niks. En dat vond ik fout opgemerkt. Omdat het voor mij daar een soort... Waar is dit trouwens? Dit is in Gent. We hebben besloten om in Gent en in Brugge Rotterdam te recreëren. Omdat natuurlijk van Rotterdam niets meer bestaat. Het heeft de goede kwaliteit stenen, het heeft de goede kwaliteit oude huizen. Dit is gecreëerd op de achtergrond. En dit bestond. Dit winkeltje is echt. Dit hebben we gebouwd. Daarnaast. Cent. Weet je wel niet hoeveel een klosje garen kost tegenwoordig? Was minder dan... De leidraad hier was Norman Rockwell. Oh ja, dat is leuk. Ja. Ja, dat zie ik. Bijvoorbeeld aan het brilletje ook van een die man. Het brilletje van die man en aan de kleuren, aan de kleurstelling. Nou, zo. Kleuren zijn heel mooi. Ja. Heb jij die bepaald? Ja. Die sepia-achtige... Ja, de weggebruinde, gewassen kleuren, ja. Als dat is die vervelende pietje... En de kleding is daar ook helemaal op gebaseerd. Oh, nee. We hebben het eigenlijk naar een sfeer gebracht, zodat er een continuïteit zou ontstaan. Begin tot het einde, één gevoel. Één beeld. Dit is ook allemaal op locatie. Soms moet je het wat zwaarder aanzetten. Sowieso moet je een ontwerp altijd zwaarder aanzetten. Zodra je zeg maar, een object toevoegt of een andere kleur of een ander licht of een ander geluid, gaat het werken, gaat de omgeving werken. Dus je moet altijd toevoegen. De laatste pagina, jochie van 9 verstoort de optocht van miljonair. Met foto. Bijna niemand weet dat dit dus gerecreëerd is. Iedereen denkt van dat het op de werkelijke locatie is gedraaid. En dat is filmmaken. Het heeft ook met recreëren te maken. En dat is het werken van een ontwerper. Dat het dus de magie in de film mee gaat doen. Waarom valt er papier uit de lucht? Dat is speciaal voor mij. Ik ben miljonair. En ik ben Pietje Bel. Ajus. Wat? Wat? Bij jongen. The bad news
is that Simcha Kalman is dead. Did you hear me? Wat ik gedaan heb is, jij laat die camera naar beneden zakken. Je ziet al die personages die meegespeeld hebben. En je weet dat zij naar beneden gaat, of met de trap of met de lift. Maar wat ik gedaan heb is, ik heb het tempo genomen. Ze draait zich om, loopt ze weg in een tempo. En dat tempo blijft er. Tong, ding, ding, di, do, di, da. Zodat zij voor mijn gevoel langs die trappen naar beneden ging. En in datzelfde tempo naar buiten komt. En dat... Dat er wordt een verhaal verteld, maar ik ben bij haar gebleven, als je begrijpt wat ik bedoel. And she found his toy by the water, the duck on wheels. When his father stood by the pond, he held the toy in his hands as if it could bring the child back. Kijk, wat ik merk, wat ik zelf doe, is dat ik bijna nooit, wel eens, als het, kijk, soms vraagt een scène dat je er baf in komt om een statement te maken. Maar dat ik bijna altijd erin sluip. Het begint zacht, het zwelt aan, het blijft een beetje hangen en weer als een dief in de nacht verdwijn. Eigenlijk doe je dat heel erg vaak, omdat je niet, als je het goed doet... Je wilt dat de mensen bij het verhaal blijven. Je wilt niet dat de mensen denken, oh, wat een mooie trompet. Dan zijn ze uit de film. Dus je moet hem wel horen. En hij moet ook heel erg duidelijk zijn werk doen. Maar hij moet niet de verkeerde aandacht vragen. Als ik in een film zit en ik denk, Jezus, wat is die muziek mooi. Dan ben ik weg bij de film. Oh ja. Did you hear me? Als je niet weet wat je hoort, dan ga je niet luisteren. Dan blijf je bij het verhaal. De toon wordt gezet door de regisseur. Wat voor soort muziek? En dan vallen er termen. Een beetje dead in Venice of zo. Alsof je dat maar een beetje kunt doen. Voor mijzelf gaat het altijd om dikte. Dikte van het thema, de dikte van het beeld. Of het nou een klein menselijk drama is in een Hollandse polder... of het is een episch verhaal in de Midwest, ik noem maar wat. Die ruimte is anders. Barst! Barst! Zoals je misschien begrijpt, heeft deze hele serie van gebeurtenissen niet in het echt plaatsgevonden. Nee, dat is evident. Wat worden we toch belazerd? Ja, enorm. Geweldig, hè? Maar dit is pure magie, want je brengt gewoon allemaal elementen bij elkaar... en maakt daaruit een verhaal, een sequence. Ja. Hier zijn ook een aantal shots, die waren gewoon nog... die zijn in eerste instantie nooit gedraaid. Dit shot waarbij zij... grappig. Dit shot is... heb ik in eerste instantie zo aangeleverd gekregen. Maar dat vonden we nog niet spannend genoeg. Dus hebben we later in de echte versie... hebben we hem met zijn vleugel op de grond laten tippen. Ongelooflijk. Er zitten zoveel ongelukken en visual effects in... dat we wisten van... uiteindelijk gaat het alleen maar echt werken... als je het vertelt vanuit de mensen. Dus de hele film is vanuit de mensen verteld. En alles wat je daarbij zeg maar aan effecten te zien krijgt en aan geweld en zo, is eigenlijk allemaal extra. En dat werkt ook alleen maar omdat je bij die mensen zit. Dat hier ook nog in de
uiteindelijke versie is toegevoegd dat het er een enorme vonken vanaf schieten, geef je allemaal het gevoel dat het echt gebeurt. Hoe meer van dat soort dingen, elementen bij de mensen je kan bedenken, hoe echter het overkomt en hoe beter dus die magie werkt. Rustig maar. De ambulance komt zo. De magie ontstaat dus niet vanzelf. Film is een bundeling van talent, techniek, vakmanschap en heel, heel hard werken. En dat alles samengebracht door een bevlogen regisseur kan ervoor zorgen dat een film je betovert. Een Nederlandse film is daarin niet anders dan een Frans of een Engels of een Amerikaanse. Maar wat maakt een film een Nederlandse film? En bestaat er wel zoiets als een typisch Nederlandse film? Actie! Niet doen! Vanaf het begin van de samenwerking van Rob, Gerard en mij is er altijd een credo geweest dat Gerard vanaf het begin gehanteerd heeft en nog eens op gehamerd heeft. Laten we Nederlandse films maken. Nederlandse films die eigenlijk voor Nederlanders bedoeld zijn, met Nederlandse acteurs, met Nederlandse gewoontes, want dan komen de mensen kijken. De mensen willen zichzelf zien. Ah, wat sneu nou. Ik ben Nederlander en ik ben in Friesland geboren en ik heb een paar films in het Fries gemaakt enzovoort. Als je met je voeten in deze cultuur staat waarin je bent opgegroeid en waar je bent geboren, dan krijgen die natuurlijk de trekken en de details en de nuances mee van die wereld, van die cultuur. Je hebt toch wel wat tussen je benen? Ik dacht dat ik hier voor de muziek was gekomen. Niet voor jouw gehoorde praatjes. Vrouwen zijn lastig. Lastig en ingewikkeld. Hoezo ingewikkeld? Voordat je ergens bij bent. En al die bandjes en strikjes. Dat is tegenwoordig heel wat anders. Kijk maar. Dat is elastiek. Kan je zo afstropen. Dat is makkelijk. Dat is mooi, hè? Ben jij nog wel een Nederlands filmer, vind je? Ja, sinds Zwartboek weer wel, toch? Nee, maar ben je ooit een Nederlands filmer geweest, doet zich eigenlijk de vraag. Nou ja, natuurlijk, ja. Ik bedoel, ook al heb ik altijd, geloof ik, vanaf het begin een gigantische voorkeur vertoond voor de Amerikaanse film. Soldaat van Oranje is eigenlijk heel erg Amerikaans. Ook in zijn kadreringen, in zijn montage, in alles heeft gebruikt het een Amerikaanse stijl eigenlijk. Amerikaanse stijl is sowieso van niet lang zuren doorgaan. Je wordt meegetrokken. En daarom vinden een hele hoop Nederlanders niet goed, want je kan niet stilstaan. Is dat het verschil in mentaliteit? Ja, dat denk ik wel, ja. Wij willen stilstaan bij dingen? Nou, we willen het aanhangen. Ja? Ja, dat moet je even laten zien nog een beetje. Dat moet allemaal niet zo snel gaan. Ik ben films gaan maken om Nederlandse films te kunnen maken. Namelijk om iets te hebben uit mijn eigen cultuur, uit mijn eigen omgeving. Hé, hey, daar gaat Thijs van Herpen. Hey! Ik wou Nederlands zijn en Nederlands doen. Zeer haastig. En Dorp aan de Rivier vind ik natuurlijk zeer Nederlands. Ik vind Sinterklaas zeer Nederlands. Die verdwaald is zeker, ik zal eens even vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas. Het is essentieel dat iets uit je eigen weer, uit je eigen milieu komt, vind ik. Max Havelaar, hè, vind ik zeer, zeer Nederlands. Aha, let op. Ja, echte Hollandse bloemkool. Ik heb werkelijk net alsof je gehypnotiseerd wordt en jezelf in een soort dwangbuis voelt. Ik denk alsof het alsof het alleen maar begrenzing aangeeft. Wat maakt een Nederlandse film een Nederlandse film? Ik wil geen pap. Maar alsjeblieft, je moet iets eten. Ik kan niks eten. Verdomme. Nu is het afgelopen. Normaal moet je worden.
normaal. Hoor je dat, Marta? Ik bedoel, zo'n raam en daar gelijk de stoep aan. En het toch typisch Hollandse gewoonte dat je echt bij iedereen naar binnen kan kijken. Ja, dat is al film, toch? Ik ben katholiek opgegroeid, ik ben ook missionaar geweest, maar wel in Haarlem, hè, in het eerste deel van mijn leven. Dus dat is een soort calvinistisch katholicisme. Als je tegen mensen zegt die 20 jaar geleden de Noordeling hebben gezien van dat het eigenlijk een katholieke film is, zeggen ze, katholieke film? Ik zeg, die vrouw wordt aanbeden in de staat, het wordt een heilige. De heilige Franciscus komt van zijn sokkel af. Ja, maar dan zou ik het nog geen katholieke film noemen. Een soort noordelijk calvinistisch katholicisme is wat. Sober. Sober. Die vierkante ramen, waar overal zit een kader omheen. Dat heeft dus daardoor blijkbaar niks meer te maken met het katholicisme van Fellini of van de Italiaanse film. Of een... Het is niet barok in ieder geval. Nee, het is niet barok, niet bourgondisch. Het is zuinig, het is karig. En dat is misschien het Nederlandse eraan. Film is ook een beetje een katholiek medium. Ik zeg dat wel eens tegen onze protestantse medemens. Dat heeft vooral met liegen te maken. Katholieken kunnen heel goed liegen. En dan zijn ze het opeens allemaal met me eens. Dus niet alleen wat je ziet is interessant, maar wat stelt het voor? Mensen die in symbolen denken of in beelden denken, die hebben dat gewoon meegekregen en hebben dat geleerd om niet te kijken naar wat ze zien, maar om te kijken naar hetgeen wat het voorstelt. Wat Nederlanders in principe maar in beperkte mate hebben, omdat ze natuurlijk als Calvinisten gewend zijn om heel rationeel via tekst en lijnen heel duidelijk te krijgen wat er gebeurt. Alwaar de toorn Gods zich over de discipelen uitstort, trof zijn geestel ons zonder mensen als een pest zal treffen. De karakters zijn allemaal, hebben allemaal onderdrukte gevoelens. Nederlanders zijn heel goed in hun gevoelens te onderdrukken. Ik bedoel, het komt er allemaal niet uit. Terwijl Belgen, veel Bourgondische, nou, Italianen, totaal anders. Dus het zijn allemaal mensen die in een soort keurslijf functioneren. Dat is wel Nederlands. Verdorven, een toer en door slecht kind. Ik noem dat het keurslijf. Ik bedoel, wat ik bedoel met dwangbuis is ook al die dingen. Dat je denkt van ook, Nederlandse film. Zij die zondigen zullen tot de hel verdoemd worden. Hè? Hè? Je weet wat de godsdienstleraar heeft gezegd. Tuchtige. Nee, maar ik zoek naar een grote gemene deler bij het woord Nederlands als Nederlandse film of typisch Nederlandse film. En dan kom je toch snel op Calvinisme. Dat ja, eigenlijk... nee, dat is het niet volgens mij. Het zijn veel gewonere dingen. Dus ja. Hoe je naar de bakker gaat eigenlijk. Ja. Dat denk ik eigenlijk. Dat gaat in Amerika op een andere manier dan hier. Dag, yeah. Hey, tante Beb. Nog net op tijd, hè? We wilden net gaan sluiten. Wat mag het zijn? Een halve dwarsgebakken bruin Amerikaan. Gesneden? Ja. De andere kant, wat ook wel Nederlands is, is dat we in Nederland natuurlijk wel over heel veel onderwerpen films maken. Omdat onze samenleving zo liberaal is. Waarvan ze in het buitenland denken, holy shit. Verdomme, begrijp het dan, man. Ik... Het is een homo. Het is een homo, kijk dan uit je doppen, man. Dat zijn allemaal onderwerpen die voor ons eigenlijk heel erg... Vanzelfsprekend. Ja, ja, waarom? Terwijl die Amerikanen zoiets hadden, die hadden echt zoiets van, wow. Hoe lang, Mark?
Ik bedoel wanneer? Na de eerste dag na de competitie, schat ik. Als ik wanneer bedoel, vraag ik wel wanneer. Ik vraag hoe lang. Oh, dikke lul lang, Johnny. Ja, er is een platheid met de Hollander in humor. Die heel lekker is. En waar, ja, die toch een beetje met... Kan u het vinden? ...vuil onder de vingernagels koud, zit. Koud, warm, warm, warm. Hey! Kind, kleed je toch een beetje fatsoenlijk uit. Paul doet het door schaamhaartjes te laten kleuren. Jij denkt ook aan alles. En er zit natuurlijk een bepaald soort erotiek... die ja, helemaal lekker weggestopt moet worden. Maar die er toch wel is. Hermans, de schrijver, die zei van... hoe regionaler, hoe universeler. Je moet bij jezelf blijven. Je moet van jezelf uitgaan. En dan zijn er mensen die... ook van ver buiten Nederland, die je houdt kennen. Het wonderbaarlijke was bij de Vuurtoren... over mijn jeugd in Lemmer... dat die door een jury van mensen van rond de Middellandse Zee... werd omarmd en bejubeld. Er was een man uit Algerije die in de woestijn was opgegroeid. En die riep van, dit is mijn jeugd, dit is mijn jeugd. Dus die is tussen het zand en de kamelen opgegroeid. En ik aan de waterkant van het IJsselmeer. En dan is het blijkbaar, omdat ik zo dicht bij mezelf... en bij de werkelijkheid die ik ken ben gebleven... zit je blijkbaar ook op iets ja, archetypisch. Iets op de emoties en de gedachten en de dromen... die overal op de wereld een rol spelen. The winner is the Netherlands for the assault. Accepting the award for the assault, the film's director, Fons Rademacher. Gooien wie het eerst begint. Ikke. Hoe regionaler, hoe universeler. Films maken die dicht bij jezelf staan. The Netherlands for Antonia's Line. Marlene Doris. Dat maakt films persoonlijk en authentiek. En dat wordt internationaal herkend en gewaardeerd. And the Oscar goes to the Netherlands for character. Goed hebben horen zeg. Lelijke steenkaap. Okay, Sharon, it's just, you know, another crazy Dutch director, you know. En de komende 8 afleveringen neem ik u mee op een reis door de tijd. Langs grote en kleine filmverhalen. Langs hoge verwachtingen en diepe teleurstellingen. Langs successen en mislukkingen. Langs wanhoop en passie. Maar vooral een reis langs heel veel bijzondere films. Zodat u een indruk kunt krijgen, een beeld kunt krijgen... van de gevarieerdheid en de rijkheid van onze vaderlandse cinema.